En goal zomaar. Kunnen we dat nu geloven? De laatste liet ze daar niet combineren. Snel storen. Bal weggehaald. Aanval afgebroken van KV Kortrijk. En opbal tegen de bal. En goal zomaar. Kunnen we dat nu geloven? Jovanovic die opnieuw scoort tegen Antwerp. Stojanovic scoorde al in de competitie hier. En nu de verrassing van formaat, ja. 0-1. Hetgene wat Bologna niet wou zien gebeuren, namelijk dat tegendoelpunt, is dan toch gebeurd. En zeker op een moment waarin je dacht van Antwerp is de ploeg dat gaat scoren. Maar nee, het is net omgekeerd. Uit een zeldzame aanval van Kortrijk, een diepe bal van Tuta richting Mboyo. Die daar niet wordt in de weg gelegd om het duel te winnen. Die kopt de bal goed in de loop van Stojo. Ja, en hier is het Arslanovic die net iets te makkelijk via de kaas van het brood uit gaat eten. En dan alle geluk van de wereld om die bal via de paal terug in zijn loop te zien belanden. Het mag wat mee zitten voor Kortrijk, blijkbaar. De Saar. Joekel eruit. Bal in het pak. Een Bocani. Geen buitenspel. En goal. En toch buitenspel. Hij nu gaat vlaggen. Hij wacht te lang om te vlaggen, ja, moet ik zeggen. Dan heeft dit toch een ander gezicht, deze wedstrijd. Ja.